Heyo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie even een snelle achteraf commentary van Black Ops 2. Ik speel hier op Studio Team Deathmatch, dus voordat we gaan beginnen wil ik eerst even zeggen, dit is mijn class. Jullie zien wat is een MP7 met camo en attachments en perkjes, lijkt me logisch. Maar ik wil nog even iets zeggen voordat we over het echte onderwerp gaan beginnen. Ik ben in deze gameplay echt gewoon enorm geoond op Bouncing Betties en het zou me echt gewoon grappig lijken als jullie even in de comments gingen achterlaten hoeveel bonus ik ben, dus ik werd geowned. En degene die het daar dichtst bij zit, of degene die het perfect heeft geraden, of degene die het eerst op heeft geschreven en het meteen goed haat, die krijgt een shout-out in een van de volgende achteraf commentaries of live commentaries. Dus laat het even achter. Het is gewoon een leuke kleine minigame, wil ik niet echt noemen. Een soort van kleine challenge of zoiets. Maar goed, vandaag gaan we het hebben over YouTube. YouTube is gewoon enorm gehandicapt bezig de laatste tijd, want wel, het begon allemaal in 1985. Nee, maar het begon allemaal 2 maanden geleden toen ze eenmaal kwamen aankakken met die hele nieuwe layout gedoe. En je kon kiezen of je fatsoenlijk praat. Maar je wou. Je moest dus in principe kiezen. Wil je upgraden naar een nieuwe layout of wil je dit zo houden? Wel, redelijk veel mensen hebben gekozen om te upgraden. En redelijk veel mensen hebben ook gekozen om het te houden. Dus dat was een beetje 50-50. En nu heeft YouTube besloten om ons op 29 mei die nieuwe layout sowieso aan te smeren. Ze gaan gewoon automatisch updaten. Ze gaan het gewoon doen. En gewoon zo no life. Zo van YOLO swag. Jullie gaan gewoon die nieuwe achtergrond krijgen. No matter what. Dus ik vind het echt enorm kut. Want ik vind deze layout die we nu hebben echt gewoon perfect. Je ziet het hele tekstje van je kanaal als je er komt. Je ziet het aantal subs goed, het aantal views goed. Je kunt makkelijk iemand een personal message sturen. Je kunt altijd op de afspeellijsten klikken. Je ziet de kanalen die het kanaal waar je op dat moment naar kijkt. Niet echt reclame van maken. In ieder geval, waar hij fan van is of zo. Of zijn favoriete YouTubers, weet ik veel. Maar bij die nieuwe layout is het allemaal niet het enige. Wat ik echt goed vind aan die nieuwe layout is dat je de video's makkelijk kunt zien. Je kunt makkelijk op de video's klikken. Maar wat ik ook gewoon jammer vind, is je hebt maar gewoon een klein dingetje wat je kunt customiseren. Dat is je avatar, je logo en niet echt een achtergrond meer, een soort van banner afbeelding is het, zeg maar, wat er boven rond hangt. En ik heb er al een hele leuke voor gemaakt met Winnie de Pooh en met wat Pumpkin Pie en zo. Ik ga er nog niet echt te veel van prijs geven, maar als ze toch besluiten om de mensen te laten kiezen of ze nou willen upgraden, ja of nee, dan upgrade ik denk ik niet, tenzij jullie het willen. Dus let even achter de comments, willen jullie dat ik upgrade, ja of nee? En hier had ik echt zoiets van, what the fuck man, dan denk ik zo'n vliegtuig, zo'n in je face. Maar laat het dus even achter, want ik wil wel graag weten wat jullie ervan denken, wat jullie ervan vinden überhaupt. Dus ik vind het serieus waardeloos, gewoon, het slaat ook gewoon nergens op. Ik vind gewoon dat je de mensen gewoon moet laten kiezen wat ze willen. En ze hebben gewoon een motto van, jullie vonden de vorige layout ook gewoon kut toen die uitkwam. Maar dat is helemaal niet zo, want heel veel mensen vonden die juist fijn. Dat duurde ongeveer een weekje, maar deze layout die loopt nou gewoon alle maand achter je aan te harken. En iedereen vindt hem gewoon nog steeds kut, dus wat dat betreft. Maar volgende ding van YouTube is, je kon ook een tijd geen thumbnails meer doen. Dat zijn die afbeeldingen van je video's. Echt gewoon, er was een bug mee. Die hebben ze nou hopelijk gefixt. Ik weet niet. Ik zal straks weer even kijken als ik deze upload. Volgende ding dus. Ik kan dus niet livestreamen, omdat wel, ik heb dus slecht internet, maar dat weten jullie al. Maar ik kan überhaupt niet livestreamen op mijn YouTube, want ik heb wel 2 livestreams op mijn kanaal staan. Vooral is met Minecraft Channel 2. Jordi streamde, dus op zijn kanaal kun je gewoon streamen zonder delay of lag of dat je achterloopt, zeg maar. Maar op mijn kanaal loop je gewoon 5 minuten achter op de gameplay als je misschien naar de stream kijkt. Dus dan zei ik bijvoorbeeld hallo en 5 minuten later kwam het bij jullie pas aan. Dus dat is het hele effect van die hele stream al weg, want dat hoort gewoon live te zijn. Kijk, als er een beetje delay intussen zit, zoals op Twitch, dan is dat begrijpelijk. Maar dit, dat kan gewoon niet meer. Dus er wordt überhaupt niet meer gestreamd op mijn kanaal. Dat gaan we allemaal op Jordi's kanaal doen. Twitch gaan we ook niet doen, want dan moet je je aanmelden voordat je een echte viewer bent. Het is echt, godsamme, wat een kloot is dat toch? Dus alles gaat op YouTube vanaf nu. Op Jordi's kanaal gaan we dus streamen. Ik heb ook toegang tot zijn kanaal. Maar ik kan helaas niet streamen, want mijn internet is van Aldi. Dus kan er niks te doen. We kunnen hier van provider switchen. We kunnen geen glas wezen, want dat is hier niet. Dus het is allemaal lekker kut hier. Maar ik ga by the way ook stoppen met het hele like systeem. Ik ga er nog wel een commentary over maken binnenkort. Dan ga ik het ook met jullie hebben over de series.
Ga ik een beetje duidelijkheid over geven. Want jullie hebben vast wel gemerkt dat ik geen snapshots meer doe. Want het heeft een bepaalde reden. Ik heb het te druk. Maar ik zal daar nog wat meer duidelijkheid over gaan geven. Binnenkort. En ja, dit was echt gewoon een nice move. Kijk, die kerel. Gewoon echt geniaal. Maar ja, dit was de Shadow Game 23 voor even deze live. Commentary. De gameplay is nog niet helemaal afgelopen. Maar hij loopt af in 3, 2, 1. GG! Huh? What the fuck? Oh, GG! Ik was de final kill, yay! Maar goed, jongens, tot volgende keer. Laten we eens kijken of we 10 likes eronder kunnen krijgen. Laten we het gewoon doen. Kijk, likes vragen en eisen voor likes voor volgende video's zijn 2 totaal verschillende dingen natuurlijk. Dit is gewoon voor de fun. En ja, als we het niet halen, boeit niet, maar dit moet wel kunnen, toch? Ja, dit moet gewoon kunnen. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later met ze.